Volgende week als nachtfilm op Nederland 1, T.O.R.M. d'Archimède. En dan kunt u straks na de sterren nog kijken naar het late NOS-journaal. Een passie voor het leven. Axe au de toilette aftershave. Mask, Oriental, Cool Cedar en Marine. Axe, laat je charme leven. Chocotof 5 in 1 is heerlijke chocoladetoffee van binnen. En pure chocolade van buiten. Daar geniet je langer van dan je denkt. Chocotof van Codor. Goedenavond. Het Internationale Rode Kruis schat dat waarschijnlijk meer dan 4000 mensen zijn omgekomen door de aardbeving in Noordoost-Turkije. Officieel houden de autoriteiten het op zeker 600 doden. Uit veel landen komt de hulp voor het getroffen gebied op gang. Het Nederlandse Rode Kruis brengt zondag 560 tenten naar Oost-Turkije. De Stichting Mensen in Nood schenkt 100.000 gulden en Artsen zonder Grenzen stuurt medische goederen. De Turkse regering heeft een noodtoestand voor het gebied uitgeroepen. Het zwaar getroffen Erzincan werd bezocht door president Özal en premier Demirel. Demirel gelooft ook dat de catastrofe dramatisch veel levens heeft gekost. Op een nog bruikbaar vliegveld arriveerde het eerste Turkse toestel met hulpgoederen en een noodhospitaal. De provinciehoofdstad Erzincan was het epicentrum van de aardbeving. Die had gisteravond een kracht van 6,2 tot 6,8 op de schaal van Richter. Er werden twee naschokken gevoeld. Het rampgebied bestrijkt honderden vierkante kilometers. Er is dringend behoefte aan medische hulp. Het Rode Kruis stuurt vanuit Genève medicamenten. De Turkse zusterorganisatie Rode Halve Maan is er al met tenten en dekens. Frankrijk stuurt specialisten en hulpgoederen. Vanuit België zijn de Artsen zonder Grenzen onderweg. En de Britten en Zwitsers zenden speciaal getrainde honden voor de opsporing van de vermoedelijk nog duizenden slachtoffers onder de puinhopen. De Nederlandse regering besluit maandag over hulp aan het rampgebied. Het Noordzeestrand is vervuild met olie over een lengte van 25 kilometer tussen Scheveningen en Noordwijk. Morgen wordt begonnen met de schoonmaak en dat zal enkele dagen gaan duren. Het gaat volgens Rijkswaterstaat om een soort olieblubber, vlekken van zo'n 2 meter breed. Het publiek wordt geadviseerd weg te blijven. Het opsporingsteam Milieudelicten heeft de zaak in onderzoek. President de Klerk doet alles om de blanke Zuid-Afrikanen te winnen voor zijn hervormingen. 3 dagen voor het beslissende referendum, zei de Klerk. We geven ons niet over, maar we werken aan een regering die een afspiegeling is van onze hele bevolking. Dit ondanks het geweld van de laatste dagen. In Alexandra, bij Johannesburg, leverde de politie vandaag een veldslag met de Zulu's van Inkatha. De Zulu-krijgers die in de Mandala-barakken van de woonwijk Alexandra wonen, weigerden hun wapens thuis te laten, terwijl ze de begrafenis van een stamgenoot bijwoonden.
Voor de Zulu's, de meeste van hen in katerleden, zijn hun wapens heilig. Het is traditie dat ze nooit ongewapend gaan, zelfs bij een begrafenis. Maar om een einde te brengen aan het voortslepende geweld dat alleen gisteren 27 levens eiste, werd het deze maand onwettig verklaard om bij massabijeenkomsten wapens te dragen. Maar de strijdlustige Zulu's wilden daar vandaag niets van weten. De politie werd met stenen bekogeld en in de straten rond de reusachtige barakken werden barricades opgericht. De politie schoot eerst traangas, daarna met scherp om de aanvallen van de Zulu's terug te jagen. Met panzerwagens werden de barricades uit de weg geruimd. Er viel minstens één dode en een aantal Zulu's werden gewond. Vanavond is de stemming in Alexander gespannen, maar rustig. Het geweld van vandaag is een herhaling van voorvallen een week geleden. En de regering heeft nu een noodtoestand en een avondklok in deze wijk ingevoerd. In de Noordzee, vlakbij de Shetland-eilanden, is een Britse helikopter neergestort met 17 mensen aan boord. Tot nu toe zijn 12 mensen gered. De Britse en Noorse kustwacht zoekt nog steeds naar de 5 vermisten. Het ongeluk gebeurde toen de helikopter arbeiders van een Brits olieplatform naar de kust bracht en door onbekende oorzaak in zee stortte. Rechtse betogers en antifascisten gingen elkaar vandaag te lijf in de Zuid-Duitse stad Passau. Daar kwamen 3500 aanhangers bijeen van de ultrarechtse Deutsche Volksunion. Een tegendemonstratie leidde tot rellen. De politie arresteerde 65 mensen. De politie van Passau had er al rekening mee gehouden dat de manifestatie van de ultrarechtse Deutsche Volksunion tot een tegendemonstratie zou leiden. Om de twee groepen uit elkaar te houden waren een paar pelotons oproerpolitie ingezet. Toch konden die niet voorkomen dat het uit de hand liep. De DVU heeft een sterk tegen buitenlanders gericht programma. En dan het weer nog. Voorlopig waait het hard en zijn er winterse buien, soms met onweer en windstoten. Morgenmiddag nemen wind en buien af. Met wat zon wordt het dan een graad of 5. En dat was het voor vandaag. Ik wens u een prettige nacht. Welterusten. Morgen op Nederland 1. Waku Waku. Het is een wasbeerhond. Dat is een merkwaardige combinatie, zult u zeggen. De wasbeerhond, ja. Dit is een primitieve wilde hond. En vreemde praktijken. Sjaan de Vries, gaat uw koffers maar pakken. Hou zeg. Dat vind ik wel erg hard aangepakt. Kunnen we er nog even over praten dan? Want wij gaan overwinteren aan de Costa del Bravo. Joh! Maak maar eens open. Waku Waku en vreemde praktijken. Morgen op Nederland 1. Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to sing. Searching but not finding understanding anywhere. Lost in a masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. Try to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Hearts of weeping disappear if
every time I see your eyes. No matter how hard I try, understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a mess.